Goedenavond en welkom bij de Misschien ga jij... Wacht, nog één keer. Goedenavond en welkom bij de Container Cube. Vandaag een fantastische aflevering met de ijshockey tegen hockey. Wesley. Wat heb jij gedaan, joh? Wel, Amy en ik zijn 1 jaar samen en we hebben dat gevierd gisteren. En ik heb heel veel geroepen. Dat is raar dat je het niet hebt gehoord, want we zaten boven. Maar goed, we gaan verder met de Container Cup. Ik ga me een beetje afzijdig moeten houden. Ik ben verschrikkelijk, hè. En Nicola, kijk nu toch even. Pakt zo'n stretch-rekker. Mitch had die rekker deze morgen ook vast, maar dat was om op iemand zijn gezicht te slagen. Had hem als katapult gebruikt met een drinkbus. Dat is ijshockey, weet je niet. Een drinkbus, goed vullen eerst, anders heeft het geen zin. Zo'n ijzeren. Een ijzeren. Wat ik niet snap, als ze gaan vechten, dan gooien ze hun handschoenen uit om te boksen. Ja, dat is iets maar heel straf. Die doen net handschoenen wel, aan. Het is iets heel straf, maar volgens mij is het zo in de ijshockey, als je vecht, dan krijg je 5 minuten straftijd. Dan mag je 5 minuten op bankje gaan zitten. Terwijl ik even ga kijken naar halfweg 1:36. Dit wordt een toptijd als hij dit kan blijven volhouden. Je kunt dus, als je wat moe bent, ja? Dan zeg je gewoon, ik sla op zijn bakkes, dan mag ik 5 minuten gaan rusten op de bike. Ja. Ja, maar ja. Stel je dat voor in andere sporten, zeg. Aan uw gezicht te zien heb je als kind toch veel ijshockey gespeeld, hè. Zouden we als Canadees wel eens 5 op 5 kunnen halen, Wesley? Ik vind het fantastisch. U wordt spellingen altijd. Denk je dat nu echt? Ik zit er meestal bonk op. Ik voorspel hier, heel Vlaanderen mag het zien, een 5 op 5 van de Canadese berenjager. Maar dat mag echt. Wacht. Eerste misser. Nee, dat is geen... Je moet dat anders. Ja. De eerste was een testshot. Emma, dit is het begin. Eerste poging mis, tweede poging raak voor Mitch. Kom aan, Mitch. Ik doe mijn ogen toe, want ik weet toch dat het erin zit. En? Hopsa. Hopsa. 2 op 3. Kom aan, Mitch. Jawel. 120 kilogram. Tijd is op, zeker. Ik herhaal 120 kilogram. Is dat, weet jij zoveel? Dat is... Body shaming moet ooit stoppen. Zeker voor iemand die heeft vals gespeeld en er geen officiële verklaring over wenst af te leggen en het weglacht. Maar de röntgenfoto's zijn vertrokken in Istanbul en ik publiceer ze binnenkort op mijn website echtefeiten.be. Zal ik jou ook nog eens een weetje vertellen? Nee, dank u. Ik ben aan het kijken naar Mitch. Belangrijk, in 1920 was ijshockey een zomersport op de Olympische Spelen. En denk je dat dit de mensen thuis gaan verder vertellen aan de koffiemachine morgen? Zeker. Gisteren aan de containercup gekeken. Weet je wat mij opviel? Dat de Wesley een weetje bij had. Mensen gaan maar één ding onthouden aan deze aflevering. Mitch Morgan. Kijk naar deze dampende man. Is natuurlijk gemaakt van ijs. Als je dan buiten komt, hij is kouder dan de temperatuur buiten en dan krijg je damp. Beter dan Mitch. Ja, 49 is daar net nu al gepasseerd. Ai. Dat is lastig voor de fiets. Knietje er tegen. Maar hij weet als fiscalist dat hij is afgeschreven. Oh, lala, nu tegen het plexi. Hetzelfde met plexi. Het geweer ook volgens mij. We gaan het meteen zien. Breekt hier... Bijna, top af. Ik zei het al, ook ons geweer mag na 3 seizoenen worden afgeschreven. Dank u, fiscalist Nicolas. Dus in principe zal de stijl wel goed zijn. Record momenteel op naam van Mitch Morgan, 156. Ja, dat was al een slag. Was al een goeie, hoor. Was al een goeie. Klein beetje fade, maar gaat verder, hè. IJzer 8, kijk eens hier. Ho, 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 ho. 189 meter. Ik denk dat ik beter kan. Come on. Oh, meneer kan nog beter. Meneer gaat het record van Thomas Pieters aanvallen. 202 meter. Hij kan nog beter. Ik zou zeggen, blij zijn met 189 meter. Ah, dat is een goeie.
legt de bal ver op zijn linkervoet. Dit was een goeie, hoor. Een goeie scheve. Oh, man. Gaat hij beter doen dan 189? Nee, die gaat out of bounds. Out of bounds. Blijf binnen. Binnen. Net niet. Net binnen. Binnen. Oh, domme. 204. Oh, wat een afgang voor Thomas Pieters. Nee, wat een opgang voor Nicola. Wat een geweldige 204. Ik denk dat hem goed bezig is. Oh, amai, amai, amai. Die slaat hier verder dan Thomas Pieters. Come on. Mijn excuses, Nicola de Kerpel. U hebt uzelf niet overschat. Chapeau. Amai. Klak af. Oh. Hij legt zoals alle hockeyspelers zijn trui in de nek. Dat is standaard hockey. Dit zal niet doen of anders gaan ze slechte moppen maken over de golf van de microfoon. Het is al gebeurd, Nicola. Standaard reactie ook. Ja. Over Amerikaanse sport gesproken, de beste voetballers van Europa gaan in de herfst van hun carrière nog poen scheppen in Amerika. Hoe komt dat jij niet naar Amerika bent gegaan, naar de LA Galaxy? Ik heb ooit in contact gestaan met Washington om daar te gaan voetballen. In het Witte Huis, Witte President. Yes. En jij denkt dat de kijker is gonna believe that? Oh, is absoluut geen interesse in wat... Valerie aan het doen is. Zij denkt van ja, oké, doe maar, ik lees een boekje. Maar ondertussen zijn we hier op weg naar een ongelofelijke toptijd. Zelfs misschien net in de buurt van Jan Gogeert. Dan gaat ze nu over. Mauri van Zevenant, de wielrenner, dat kijk, was 4.41. Gaat nu naar 20 per uur. Gaat zij beter doen dan Camille Loos? Dat doet ze. Ze doet het gewoon. 4 minuten 44 seconden en 18 honderdste. Dat moet een onderdeel zijn dat haar beter ligt, want ze is toch een duur sportster. Is ook vanuit Amerika naar hier geroeid, stond daarop. Zij wil eco-vriendelijk reizen, weigert vliegtuigen te nemen. Tempo slabakt al een beetje, wat logisch is. Dat slabakken weer? Ja, dat is slabakken. Is dat slabakken? Ja, ja, en ik zal u ook uitleggen waarom. Omdat zij enorm... Slabakken stoel, jongen. Dit is shine. Nog even. She puts the kugels on her right side. Goes bullets. In het Engels, Wesley. Bullets. Kijk, ze is weer aan het lopen. En ziet je, die doet alles snel. Hè? Terwijl kalm. Take it easy. Relax. Kent je dat liedje niet? Relax, take it easy. Nee, maar wat ik wel ken is... Cheer you up, cheer you up, cheer you up in the Container Club. And do I need to push anything? The only thing you have to push is the pedalen. She's for trucking. Doet uw ogen eens toe. Een regenbui, ruitenwissers. Ja. Klopt. Hoe dat jij dat trekt? Multitalenten. Weet jij eigenlijk een... Dus een atleet zoals Snor en Zevenkamster, weet je eigenlijk welke onderdelen dat zijn? En niet afkijken op mijn blad, hè? Tuurlijk. Maar ik weet het al, hè? Zeven. Wat dan? Ja, zeven onderdelen, welke? Zeven sporten. Welke? Lopen en zwemmen en over zo'n waterbak springen. Kom, focus op het lopen van. 100 meter gorden. Dan gaan ze naar hoogspringen, kogels stoten en de 200 meter. En de tweede dag is er verspringen, speerwerpen en dan als afsluiter de 800 meter. Weet jij wat er in een mixed grill zit? In een mixed grill? Ja, in een mixed grill. Pitavlees, gyros, kip, een brochet, een bouletteke, wat mammoet, bekken tabasco. Zie, jij bereidt u dus niet voor dit programma en ik vind het gênant, want het wordt uitgezonden, Wesley. We gaan schieten en in principe moet ze dit goed kunnen, want ze heeft geoefend met haar vader en die zit bij het leger. Ja, maar misschien bij het leger des heils. Is dat gespecifieerd? Ik ben benieuwd in het schieten hoeveel keren zij het doel gaat raken. Ja, het Belgisch leger mag 4 zijn. Er is veel geoefend met de pappen, dat heb ik gezien. Ja. Ja, dan is wel. Oké, het kan. Er kunnen er 5 raken. Oela. Leger is hels. Sorry, ik ben streng. Dit is sportwetenschap. 1 op 3.
Kom aan, herpak je hoor. Dan was ze veelbelovend begonnen. Ah, 2 op 4. Don't get the last one. Oh, ja. I need you to miss this. Stuurt negatieve energie naar de vrouwen. Ja, de vrouwen, hè. Je ziet. Dit is du jamais vu. Ja. Maar wat doen sporters dan? Raak schieten. Zeg iets dat ze niet mogen doen en ze, doen het. Heeft een dubbele paardenstaart, weet je, dat is opmerkelijk. Kiest voor 2 paardenstaarten. Bedient beide oorhelften. Mogelijk een nieuwe trend in Haarland. Nu je het toch weer over je haar hebt, Wesley, en die transplantatie die je in Turkije hebt laten doen, heb je ooit gedacht, geef mij dan maar de dubbele paardenstaart? 1,54 na 1 kilometer. Fiets is trouwens met DT. Ja. Het kofschip, het fokschaap. Ken je dat? Ja, absoluut. Fokschaap was ook uw bijnaam. Op school heb ik mij laten vertellen. En in de cafés waar jij kwam. Wesley, mensen kunnen jouw hemdkeuze niet aan. Denken dat hun tv-toestel stuk is, gooien het weg. Het moet stoppen, maar we kunnen deze aflevering niet stilleggen. Ze gaat te goed zijn. Dus ik ga het voor u opnemen, beste kijker. Ik ga dit af... Voilà, dat is al veel beter. Het is zo lelijk dat ik het moet afdekken. Dat is ook wel niet slecht. En eigenlijk moet ik nu zeggen dat we een ideaal beeld hebben. Beste kijker, container cupping, it's coming around. Op zijn sloeven, zeg. Allee, jong. Dat is een basketter, hè. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Met zijn badkesloefjes aan. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. En dan nog roze schoenen ook nog. Op het eerste zicht hebben we dezelfde schoenmaat. 54. Oh, sorry, 56. Dat is uw broekmaat, 56. Dat is body shaming, dat doen we niet in de container. Dit is een familieprogramma. Ik vind het straf dat hij jou koos als tosgezicht. 3,17. Maar goed, Thibaut, dat is je vergeven. Ja, en jij bent nogthans van Antwerpen, hè, dus. Hè. Optisch gezien lijk ik minder fit, maar ik herhaal, dat is optisch gezien. Ja, maar zoiets ga ik niet aan doen om er smal uit te zien, sorry. Nee. Ik wil mijn familie niet beledigen. Maar jij doet nu een kimono aan. En... Omdat ik van de judo kom? Ja, en... Omdat ik constant met sport bezig ben. Okay. Oes. Hij is blijkbaar ook de 6e beste speler van de wereld. Echt? Ja, ik vraag alleen af... In babybasket. In 3x3. Dat heb jij gezegd. Laatste meters voor Thibaut. Die gaat echt wel een toptijd realiseren. Misschien wel de beste van dit jaar. Kom aan, Thibaut. Jawel. 4 minuten 32 seconden en 75 honderdste. Daarmee heeft hij gewoon de beste tijd. Ongelooflijk. Ja, beste looptijd... van dit jaar. Heel goede stijl, slingert, maar moet wel, denk ik, zijn benen opheffen omdat hij anders de grond zou kunnen raken. Ik heb liggen wandelen, hè. Dat weet je niet, maar dat doen wij. Hè. Ja, vals spelen. Ik moet er echt mee stoppen, eigenlijk. Hè. Ik vrees ook dat we klachten gaan krijgen van dierenrechtenorganisaties, want blijkt dat zijn roze schoenen zijn gemaakt van flamingo. Toch een diersoort die het al moeilijk heeft. Op de Olympische Spelen had ik ook roze schoenen aan en dat was zo bijgebleven bij mensen. En ik kreeg daar veel berichten over, waar kunnen die kopen? En dat is nu mijn tweede paar roze schoenen. Brengt mij geluk, blijkbaar. 3x3. Dat is 9, Wesley. Dan kunnen we nu verder naar het roeien van Thibaut. Als je nog vragen hebt, gelieve die. Nee, mailt mij. Geef mij een mail. Maar we gaan nu toch geen rekenles geven. Maar... Flamingo man is alles uit de kast aan het halen. Ja. Kijk eens naar die wapperende haren. Aha. Het is weer gebeurd. Wesley maakt weer een verwijzing naar wapperende haren. Voor de kijker die het heeft gemist, Wesley heeft in het begin van het seizoen een haartransplantatie laten uitvoeren. Best gelukt, maar goed. En sindsdien is hij geobsedeerd door andermans haar. Laatste honderden meters en dat haar dat blijft maar... Maar links en rechts bewegen. Ja, dit is gewoon omdat hij de Olympische Spelen met een haarband speelde. Ziet, hup, haarband. Welkom terug, beste kijkers. De aandachtige kijker ziet ook dat Wesley een ander truitje heeft aangedaan. We hadden hem dat uitdrukkelijk gevraagd. Mensen die denken dat hij nog hetzelfde aan heeft, die hebben dus duidelijk oogschade opgelopen. En daarvoor zijn we helaas niet verantwoordelijk.
Vincent Kesteloot, lid van de Belgian Lions. En de huidige club is Spirou Charleroi. Is ook op zoek naar een lief, maar blijkbaar zou je ook heel graag in het buitenland spelen, waar de zon schijnt. Zoek dus een buitenlands lief van boven de 2 meter. You can report after the container for Vincent Kesteloot. Of kun jij in Spaans misschien al iets vragen? Want hij... Vale, pues las mujeres que están buscando un hombre de más de 2 metros pueden llamar después del container para Vincenzo Kesteloot. Voilà, dus hij is nu worldwide op de markt gezet. Vincenzo Kesteloot. Hey, schat. Dag, lieveling. Die is aan het bellen met zijn lief? Die is niet aan het bellen met zijn lief. Die is aan het uitpakken met zijn lief. Hij heeft een lief. Vincent heeft geen lief. Hij, de babybasketter, wil dat heel Vlaanderen weet dat hij dat wel heeft en dat Vincent het niet heeft. Dus mochten dames van boven de 2 meter, maar ik krijg te horen dat 1,98 meter ook nog goed is, zich willen aanbieden, u wees welkom geheten na de container. Ik krijg hier nog een mededeling binnen uit de entourage van Vincent. Blijkbaar mogen dames van 2 meter zich aanmelden, maar hij is bereid om een toegeving te doen en hij gaat tot 1,84 meter. En dat is nog 50 centimeter groter dan u. Maar dat is dan weer niet grappig. Dat is grappig. Allee, jongen. Over naar Vincent, die, ik hoor net, bereid is om naar 1,78 meter te gaan. Ik denk dat het lang geleden is bij Vincent, want als ze zo verder gaan... Gaat de Belgische vlag tillen? Valasse. Niet per se in de juiste volgorde, maar doet het wel. Zwart, geel, rood. Ja, maar ik zeg het zwart. Jij ziet zwart voor je ogen af en toe. Ik ben dus ook aangetast. 100 kilo tillen. Beeld u dat eens in? Ja, dat is u omhoog duwen. Hè. Op naar het fietsen. En wetende dat... Jij maakt dus humor op mijn kap, hè. Thibaut hier het minste onderdeel had. Zonder gêne gaan we op elkaar zitten. Mag om grappig te zijn. Uiteindelijk deze man nog dromen van een zeer goede prestatie. Ik ga dat ook eens onderste beginnen, op uw kap zitten. Dan gaan we weten hoe dat voelt. En als je kijkt naar de wattage dat deze man meteen drukt, dan weet je dat hij effectief nog mee gaat doen. Wat is het probleem? En Vincent is aan het fietsen voor zijn leven. Allee, jongen, wat is het probleem? Is er iets gezegd? Zie, dat is niet leuk, hè? Maar wat is er gebeurd? Excuses. Oké. Okay. Je hebt mij vergeleken met een gewicht van 100 kilo. Hij is tijdens de eerste lockdown is zijn online cursus gebarentaal begonnen. Nu moet jij maar raden wat hij aan het zeggen is. Doe dat verschrikkelijk hemd uit. Ondertussen heeft 1 single van boven de 2 meter zich aangemeld. Het blijkt een man te zijn. En dat is ook niet erg, maar dat is niet wat Vincent had besteld. Dus ik hoor net uit de entourage van Vincent Kesteloot dat hij ook openstaat voor de LGBTQ-gemeenschap. En daar maakt ook de lengte niet meer uit. Dus eigenlijk, alles is nog open. Iedereen welkom. Ja, ik weet het. Het is geen zicht. Wesley in een trui. Maar goed, hij had zoveel slachtoffers gemaakt met zijn hemd dat we wel moesten ingrijpen. Wilde jij voor mij wuiven? Want ik wil niet dat ze mijn okselaar zien. Ah, doe een keer. Goedenavond. Oh, en begint al de kippenfilets. Dat is zo niet grappig. Ik kan niet wachten op Tanja Dexters, want ik heb ze al lang niet gezien. En ik zou er mijn geld wel eens op durven zetten. Ze is supersportief. Ik ben benieuwd naar Julie, hè, want die is ook supersportief. Die... Die danst, hè. Wesley heeft weer hartritmestoornissen, maar we gaan dat oplossen terwijl u even naar Karel gaat. Ga gewoon even naar achter, ogen toe en ontspannen. Ja, maar dat helpt wel, u vasthouden aan de bar. Ik hoop gewoon niet dat die cocktails begint te bestellen. Ledig uitgeput, gaat even op de grond liggen. Ja, dat is Tanja na een avond aan de bar, hè, Wes.
Ja, maar dat is gewoon... Ieder heeft zijn... Voorbij, ook al voorbij, Bart de Wever. Oh. Doet hier iets dat nog nooit is gebeurd? Oh, pauze. Voilà. Mag dat? Hoe inventief. Mag dat zo ook? Wist ik goed wat de regeltjes waren, wat mocht wel, wat niet. En, ja. Wesley, dat is fantastisch. Dat er nog niemand eraan gedacht heeft. Maar er wordt niet bijgeteld. Dat was even... Oh, fuck. Hey. Au. Ah, gevallen. Het is een wilde dame, Wesley. Okay. Julie is volgens mij al opzoeken hoe dat je de monkey bars moet doen. We zouden zelf zijn, die is totaal in de war. Kijk, handen in het haar. Tanja begint plots met voeten te monkey barren. En zij is je aan het opzoeken, mag dat of niet? Klaar om te roeien nu. Wees die Tanja... Oh, 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 oh. Het is toch een heel wilde dame. Tot... Ik ga dood. Zingt een kinderliedje. Het was een kinderjuf. Nee, nee, dat is niet waar. Als je dat, dan is dat van Bart Herman. Ik ga dood. Ik ga dood aan jou. Dood aan jou. Als ik niet vurig van jou hou. Kent je dat niet? Zeker. Jij kent ook alleen maar van die Spaanse brol, hè. Van, hè? Van bailamos. Te quiero, Julián, bailamos. Oh, braakneiging. Oei, oei. Je gaat toch niet overgeven? Het zijn geen gin tonics, het is passie voor de sport. Amai, die is diep gegaan al. Is één met het geweer. Allee, jong, 3-3. Hoe straf is dat, zeg? Echt geen idee hoe ik dat doe. Maar bo, dat is goed, hè. Het is de dame die blijft verbazen. Ja, dat vind ik toch wel een straffe prestatie. Maar ze heeft ook een speciale techniek, hè. Dat ja, geweer hangt zo'n beetje schuin. Maar amai. Kan dat? 4-4. Zij gaat hier voor het record. En de vraag is, wordt zij de eerste BV die 5-5 kan raakschieten? Dat zou ik wel echt een straffe stunt vinden. Kom aan, Tanja, please. Jawel! Maar hoe kan dat? 5-5, 50 seconden gaan van haar tijd. Dit is een geweldige prestatie. Ik heb ooit in Las Vegas dus mijn machinegeweer. Maar dit, ik snap het niet. Maar wel blij. Dus aan de komende deelnemers van de Container Cup, ga even met een machinegeweer trainen ergens op de Kalmthoutse Heiden of zo, want het rendeert. Nee, 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 nee. 25 kilogram. Nee. Het is een beetje zoals jij in de Jupiler League. Het is te hoog gegrepen. Waar is Jolie nu? Ah, die is gaan wandelen met die onze. Mijn Frankveld, die heeft gewoon een drugshond bij. Dat is eigenlijk een beetje smerig naar Tanja toe, hè. Aan Dexters. Hop, hop. Kent haar naam nog? Dat is een goed teken. Bij zware inspanningen vergeet je dat soms. Come on, Dexters. Zit ook in een fotoshoot. Combineert een fotoshoot met het fietsen. Du jamais vu. Je moet dat kunnen, hè. Laatste honderden meters voor Tanja. Check even of haar achterlicht werkt. 4-25. Speelde in de redders waarin ze naar slachtoffers moest lopen op het zand. Ja, ja, ja. Daarom zal ze goed kunnen lopen. En ook, ze zit nu in die rol. 35 meterkes komt al in de buurt van de Tanja Dexters. Oei, dat is keibrak. Okay. Wat? We gaan dat nog keibrak. Eens doen. Die golfterm, dat ken ik niet. Hè? Hey, Bompa, brak is geen golfterm, dat is jongerentaal. Dat is TikTok. Oké, let's go! Woe! Let's go! Typische slogan van de entertainment business. Let's go! Let's go! Let's go! Ja, dat is TikTok. Kom aan, Wesley. Hoppakee, en lachen. En nu links-rechts, de Marie-Louise, dat voilà, stopt. TikTok. En, nee, en TikTok. Terug, en terug. Arthur, de woeste orkaan. Oké, okay, focus. Ja. 4 minuten 39 seconden en 71 honderdste. Respect. Voor alle topsporters. Ah, dankjewel. Echt waar. Dankjewel. Wat dankjewel. Je hebt nooit iets gedaan. Come on. Woehoehoe. We zijn ook vrolijk. Dat is de laatste oefening, hè? Kunnen die ook uitzetten, ons Julie? Is er daar een uitknop? Dat is TikTok. Is dat TikTok? 2:33 na 1 kilometer. Nog twee te gaan. Ik stel voor dat wij even een bingo-avond spelen. Ja. Een paar balletjes bij dat patje.
Wat moeten we hier nog vertellen over Angelique? Ze smijt zich enorm, Wesley. Nog een kwartiertje te gaan. Als je naar de winkel gaat, waar komisjes en je komt terug, zitten drie dagen later. Dan moet je terug salami gaan halen. Het is gegaan, hè? Allee, ik hoop het toch. Voilà, en nog. Ze beschrijft ja, hoe het is gegaan. Zwijg even. Kom, zet u. Ik vond het kei leuk, echt waar. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Het is vermoeiend soms met dat lopen en dat roeien. Maar voor de rest ging het wel of zo. Monkey Bar is ook. Dat weten we. Maar voor de rest TikTok, hoop ik